Dat is toch helemaal hip met GroenLinks, Jesse Klaver, Femke Halsema, heerlijk! Ja, daar hebben wij een grafiek voor. Sorry, vraag het nog maar een keer. Wat vind je ervan dat deze auto's binnenkort niet meer mogen rijden? Het is heel tragisch. Uiteindelijk is het heel tragisch. Deze auto's zijn bedoeld, ontwikkeld door mensen die hadden maar één doel. Om een beetje levensvreugde te schenken aan degene die uiteindelijk achter het stuur kruipt. Is diezelfde levensvreugde die groot is in deze auto ook in een Tesla gegoten? Of gaat daar toch net... Je hebt altijd mooie vragen, hè? Nee, een Tesla is hartstikke fijn om van A naar B te rijden. En er zitten mooie financiële voordelen aan. Maar niets meer dan hij is hartstikke dan. Schoon en hij ziet er goed uit. En het is een beetje een believers auto, maar het is geen emotie. U heeft een man met een mooie auto? Zeker weten. Wat heeft hij dan in zijn garage staan? Een Audi A8. Oh, dat is helemaal niet slecht. Nee. En wat nog meer? BMW X3. Medium. Die is voor jou, of niet? Ja. Ik heb al een man met een auto. De auto staat daar. Welke is dat? De Lamborghini Performante. En hoe doet u dat nou voor thuiskijken in Nederland? In de Players in Amsterdam. Heel fout. Heel fout. Daar vind je ze? Daar vind je ze. Dus als iemand tip zoekt, Players in Amsterdam. Daar vind je de man? Al komen ze daar niet meer. Nee. Dat waar moet je nu zijn? Dat weet ik niet. Ik ben al een tijdje uit. Ik heb hem al 4 jaar. De auto en de man. Ik hoorde dat groen rijden de toekomst had. Ik ben gelijk overgestapt. Dus je hebt nu groen rijden is de toekomst. Lege groen van binnen. Welke kleur is het van buiten? Het is gunmetal grey met groen carbon. Dat is een lichter materiaal. Gaat langer mee. Dus behoorlijk groen wel. En duurzaam. Dit ding gaat 100 jaar mee. Ik denk dat ik hier nog heel lang mee... Dit is mijn laatste auto. Dit is een extreem duurzame auto. Duurzamer dan een Tesla. Ja. Waarom ben je dan hier? Voor het milieu. Ja. En hoe kijk jij dan tegen alle nieuwe regels op Femke Halsema GroenLinks? Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja. Maar ik denk dat ze heel Amsterdam gewoon autovrij moeten maken. Ja, dat is toch helemaal een hip met GroenLinks, Jesse Klaver, Femke Halsema, heerlijk! Ja, daar hebben wij een grafiek voor. Sorry, vraag het nog maar een keer. Ja, daar hebben wij hier een gezonde hekel aan op deze beurs. Gaat niet gebeuren. Als die vervuilende auto's straks niet meer op deze weg mogen rijden, waar gaan ze dan rijden? Nou, of ze gaan niet rijden, maar ik snap waar je naartoe wil. En zo gaat het natuurlijk altijd. Hè? Al onze vieze auto's die zijn niet meer bruikbaar in Nederland, dus die worden de grens over gemieterd. En het toppunt is, al die auto's die subsidie hebben genoten, hè? Dan noem ik de hybride Volvo's en Mitsubishi's, die worden ook de grens over gemieterd. Die gaan naar de Balkan, naar de Baltische Staten, naar Rusland. Dus die hebben voordeel genoten in Nederland. En daar zouden we eigenlijk 15 jaar geluk van moeten hebben, want ze zijn schoon, maar die worden allemaal weggetransporteerd. En die auto's die uitstoten hebben, die worden niet vernietigd, maar die gaan naar Afrika. En dat hele verhaal over CO2-uitstoot is echt, nou ja, laten we het maar netjes zeggen, gelul. Hashtag fake news. Zou het daar maar bouwen, ja. De man van Femke Halsema heeft een hele oude Mercedes, diesel uit de jaren 80. Ja, daar wordt niks over gezegd, hè? Nee, maar dat is heel erg milieuvervuilend. Het is gewoon een debiel verdienmodel, dat hele CO2-uitstoot. Het is toch lekker cash, hè? Ja, voor hun wel, ja. Iedereen houdt van, hè? En ze krijgt ook nog eens heel veel geld in haar achterzakken. Nou, ik weet niet wie van haar houdt, maar dat is niet iedereen.